Yes guys, Paul hier. Welkom weer bij een gloednieuwe korte video die ik voor je ga maken. En ik krijg de laatste tijd superveel vragen over hoe bepaal je nou eigenlijk je prijs voor je dropship producten. En daarom heb ik deze specifieke korte video voor jou gemaakt. Nou, welkom op mijn kanaal. Ik ben Paul Versprindel. Ik ben 23 jaar momenteel. En al meer dan 4 jaar zit ik momenteel in dropshipping en dan heb ik meer dan 150 bedrijven geholpen richting 10k plus per maand. Als je meer van dit soort gratis info wilt zien, abonneer en like en laat een comment achter en dan gaan we er gelijk in duiken. Hoe ga je je prijs bepalen voor je product? Er zijn eigenlijk twee strategieën die ik aanhoud om je productprijs te gaan bepalen. Dat is 2 tot 3 keer de AliExpress prijs, inclusief shipping. En voor normaal gesproken 20 euro erbovenop. Een van die twee, ja, gebruik ik eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik heb even een voorbeeld voor je bijgepakt om dat te bespreken. Excuses voor taalgebrek. Van 9,78 euro is bijvoorbeeld de AliExpress inclusief shipping, of in ieder geval de shippingprijs van je agent. Nou, weet je niet hoe je aan een private agent moet komen? Stuur me even een persoonlijk berichtje. Breng je in een contact met een agent met zero MOQ, dus waarin je kan dropshippen. Dus in ieder geval vanaf 0 orders per dag mee kan werken. Dan heb je nog Facebook ad kosten en je hebt 2,5 tot 3 keer de inkoop inclusief verzending. Slash die 20 euro erbovenop. Zou ik gewoon die 20 euro erbovenop doen op 9,78 euro, kom ik uit op 29,78 euro. En die schaal ik dan op naar 29,95 euro. Ziet er net wat nicer uit. En dan heb ik hem ook nog omhoog gegooid van 34 tot 95 verkoopprijs. Ik zou beginnen met testen, dus met de prijs van 29,95 euro. En slaat het goed aan, kan je hem altijd naar 34,95 omhoog gooien om dat AB te testen. Zoals je ziet is hier winst 20,17 euro met die 29,95 euro. Dat is een prima begin om mee te starten en dat is ook een prima begin om winstgevend mee te zijn met je Facebook ads. Ik hoop dat je superveel hebt gehad aan deze superkorte video over hoe jij je prijs kan bepalen voor je Shopify Dropship Store. En ik zie je graag weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.